Willem II tegen FC Dordrecht in speciale shirts. Stichting Matches. Kun je aanmelden als stamceldonor. Stichting veel in het nieuws geweest rondom PSV perschef Thijs Slegers. Maar we hebben ook bij Willem II er veel aandacht voor en dat is mooi. In de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Ploeg die hele slechte wedstrijden afwisselt met verrassende resultaten. En in Tidjani Touré ook wel een verrassende speler in huis heeft. Daar met nummer 22. Oudspeler van Paris Saint-Germain wordt gehuurd van Feyenoord. En debuteerde vorige week met 2 doelpunten. Vrije bal is ook wel gevaarlijk van Dort. Lamproe ziet hem voorlangs vliegen. Het was ook buitenspel. Willem II dan. Ze zijn goed in thuiswedstrijden. De laatste 3 allemaal gewonnen. Mede daarom zijn ze weer wat omhoog aan het kruipen op de ranglijst. Er is een speler van Dordrecht geblesseerd op het veld. En dus netjes de bal uit. Hier met Dammers. Niks in de hand. Maar Touré. Die wil die bal hebben. En die gaat dan door. Samen met heel Dordrecht. Aanval loopt. Echt gevaar wordt het niet bij. Maar Willem II zijn ze woest. Kijk naar Lamproe. Die vertelt de jonge Touré even waar het op staat. Zijn woede is wat overdreven. Maar zijn argumenten zijn wel terecht. Misschien dat Touré het niet door heeft, maar anders is het wel echt bijzonder onsportief. Een vreemd moment. Met een paar gele kaarten wordt het afgedaan en wordt er gelukkig weer verder gevoetbald. Woudenberg. Melton Kabangu. Kabangu. En nog een kans. Goede redding van Bossin. Schot van Owusu. Willem II, de betere ploeg. Niet verrassend in een thuiswedstrijd, maar toch Ringo Meerveld. Beste speler bij Willem II. En een doelpunt van Kabangu. Maar dit verraadt al het een en ander. Het is ongeveer een meter buitenspel. Terecht afgekeurd. Neem niet weg dat het wel een vreemde redding was van Bossin. Een minuut later. En hier is Bossin niet nodig. Schot van Jonk. Schouten. Neemt die bal snel. En dan is er heel veel ruimte bij Hoornkamp. Hoornkamp. En aandacht voor de prachtige tackle van Job van den Avert. Die staat natuurlijk verkeerd gepositioneerd. Maar herstelt dat met een perfecte sliding. Begin tweede helft. Meerveld. Meerveld. Wie stopt hem af? Nou, helemaal niemand. Ja, toch. Maar dat is niet volgens de regels. Abdallah Abderkane haalt hem gewoon neer. Raakt niet de bal. Terecht op de stip. Hoornkamp. Ah, goede redding van Bossin. En dit is waar je als doelman voor leeft. Dat zie je ook aan de reactie van Bossin. Echt een goede save. En dan worden ze bij Willem II langzaam toch een beetje zenuwachtig. Nog steeds 0-0. Meerveld dan maar van afstand. Vijf jaar geleden wonnen ze voor het laatst 4 competitiewedstrijden op rij in eigen huis. En gaat dat nu ook gebeuren? Het antwoord is ja, tenminste voorlopig wel. Kabangu, deze telt wel. Hij raakt hem helemaal verkeerd. Of hij het zal toegeven is een andere vraag. Met zijn hoofd via zijn schouder en uiteindelijk erin wordt ook gelijk gewisseld. Maar het feest op de tribune begint alvast. Bokila nog voor het slotakkoord. Nee, dat niet. Willem II blijft stijgen op de ranglijst. Volgende week een hele interessante wedstrijd. Heracles, Willem II. Dan kan het echt een mooi carnaval worden voor de Tilburgers. En Dordrecht, te weinig gevaar om Willem II echt pijn te kunnen doen. Ze winnen. Een zuinige 1-0 overwinning, maar hij is wel terecht.